Hondenbezitters in Oegstgeest zijn voor de tweede keer in korte tijd flink boos op het gemeentebestuur. Net als bij de Klinkenbergenplas al is gebeurd, wil de gemeente nu ook bij Park Landskroon het gebied waar honden los mogen lopen flink kleiner maken. Dit is het gebied vlakbij Museum Corpus waar honden nu nog los mogen lopen, Park Landskroon. Maar als het aan de gemeente Oegstgeest ligt, mag loslopen straks alleen nog maar hier. Hondenbezitters zijn dan ook boos. Omdat in eerste instantie dit park vorig jaar helemaal is aangewezen als losloopgebied, daar waren we natuurlijk erg blij mee. Om dan nu langs wat mistige wegen te moeten constateren dat het nu zo'n klein stukje geworden is. De hondenbezitters hebben aan de bel getrokken bij gemeenteraadsleden. En volgens lokaal Oegstgeest is er meer aan de hand. Een hele nieuwe algemene plaatselijke verordening, waarin veel meer dan alleen de uitlaatgebieden wordt geregeld, zou niet deugen. En bij die APV zit een aantal besluiten die ingrijpend is. Niet alleen voor hondenbezitters, maar voor meer bewoners van Oegstgeest. We gaan daar veel dingen in vaststellen. En ja, wat ons betreft is dit geen goed stuk wetgeving wat we hier als gemeente opleveren. En dus vindt lokaal Oegstgeest dat de hele APV nog eens goed bekeken moet worden, zodat er ruimte is voor verbetering. Je kunt paden afscheiden door struweel aan te brengen, bossages waar de honden niet doorheen kunnen, zodat je verschillende belangen van elkaar kunt scheiden. Wordt daarnaar geluisterd? Nee, want dat hebben we ingebracht in het participatieproces waar we bij betrokken zijn geweest. En dat hebben we ook aangevoerd, maar daar wordt dus niet op ingegaan. Nul reactie? Nul reactie. De gemeente Oegstgeest kon vandaag nog niet reageren op die kritiek, maar zegt wel het loslopen te willen beperken omdat er steeds meer mensen gaan wonen in het gebied.